Mobiele apparaten verbinden u met de wereld. Van handsfree telefoon en sms tot Bluetooth audio en Stitcher. Uw Mazda is uitgerust met technologie die u in staat stelt die vrijheid op de weg te beleven. Voordat het zover is, moet u uw apparaat eerst koppelen. Als dit uw eerste apparaat is, vraagt het display u om het te koppelen. Als u al een gekoppeld apparaat hebt en u extra apparaten toevoegt, druk op het pictogram Communicatie, selecteer Instellingen en selecteer daarna Bluetooth. Selecteer nu Nieuw apparaat toevoegen. Zoek en selecteer op uw Bluetooth-apparaat de gegevens voor Mazda. Bevestig dat de code die wordt weergegeven op uw apparaat overeenkomt met de code die wordt weergegeven op het scherm van uw auto en tik dan op Ja om het koppelingsproces te voltooien. U krijgt toegang tot de meeste communicatiefuncties door te drukken op dit pictogram op het beginscherm. Hier kunt u tikken op contactpersonen om te bellen naar een nummer van een contactpersoon in uw telefoon. Tik op favorieten om de contactpersonen te bellen of te beheren die u het vaakst kiest. De optie belhistorie kan worden gebruikt om een nummer te bellen uit de belhistorie van uw apparaat. U kunt cijfers opgeven met behulp van dit toetsenpaneel. Nadat de cijfers zijn opgegeven, tikt u op dit pictogram om te bellen. Sommige talen ondersteunen ook spraakopdrachten om te bellen. Druk op de spraakknop en wacht op de pieptoon. Zeg bel en vervolgens de naam van de contactpersoon in het telefoonboek die u wilt bellen. Terwijl het gesprek bezig is, zijn er verschillende pictogrammen beschikbaar op het scherm. U kunt bijvoorbeeld dit pictogram gebruiken om het gesprek door te verbinden en weer terug te nemen tussen het Bluetooth-systeem en het mobiele apparaat. Tik op dit pictogram om de microfoon van de auto in en uit te schakelen. Tik op dit pictogram om het gesprek te beëindigen. Met de SMS-functionaliteit kunt u in uw auto berichten verzenden en ontvangen. Als de instelling voor SMS-meldingen is geactiveerd, wordt u gewaarschuwd als er een bericht wordt ontvangen. Tik op dit pictogram om het bericht weer te geven. Er is een hele reeks aan instellingen beschikbaar om uw communicatiesysteem aan te passen aan uw wensen. Tik gewoon op instellingen en selecteer vervolgens een item om aan te passen. Het is wel zo dat het gebruik van deze verschillende functies afhankelijk is van de compatibiliteit van uw apparaat. Het is ook belangrijk dat u deze functies alleen gebruikt als het veilig is om dat te doen. Sommige opties, zoals het koppelen van een apparaat, zijn alleen beschikbaar als de auto is geparkeerd. Raadpleeg uw instructieboekje voor aanvullende waarschuwingen en informatie over het communicatiesysteem van uw auto.